Ja, Sadiq Fofana, vandaag aangesloten bij de selectie. Ja, eerste indruk? Ja, sowieso helemaal goed. Helemaal goede mensen. Iedereen is vriendelijk. Iedereen houdt van voetballen sowieso. Anders zijn we geen voetbalclub. En daarom ben ik hier om voetbal te spelen en te leren. Ja, we kunnen Nederlands spreken. Je bent Duits, maar van waar dat je Nederlands spreekt? Ik heb vaak bij de grens gewoond. Dus ik kom eigenlijk uit Aken. En zo, daar heb ik het eigenlijk geleerd. Oké, ja, Aken de jeugdopleiding. En daarna overgestapt naar Leverkusen. Ja, precies. Dan heb ik in de onder 19 van Leverkusen 2 jaar gespeeld. En daarna ben ik daar prof geworden. En 1 jaar verhuurd naar Nuremberg. Ja, in Nuremberg afgelopen jaar gevoetbald. Wat zijn jouw favoriete positie? Waar gaan we je terug zien in het veld? Het liefst sta ik op het veld. Maakt niet uit waar. Maar het meest speel ik als centraal verdediger op of de 6. En een backpositie, zou dat nog kunnen? Ja, ik kan ook rechter verdediger spelen. Maakt niet uit. En in het centrum. Oké, we gaan het zien. Welkom in Sittard en heel veel succes. Dankjewel. Ik ga mijn best doen. Lorraine, welkom in Sittard. How long are you here now? Thanks. One week, 10 days. I'm here since 10 days now. And what did you know about the history of Fortuna Sittard? Not so much yet. It was more about the alchemy with the team, play, get fit. It was this the 10th first day of Fortuna. You played in Portugal. It seems like a lot of players are coming from clubs in Portugal to Fortuna Sittard. Yeah, I have a few players there with me, some teammates. It's good to have a better adaptation in the club. Some French guy too, so yeah, it's better. I played 5 years in Portugal, 2-3 with Estoril and 2 with Guimarães, so it was a good experience. Yeah, then of course Portuguese. You speak Portuguese? Yeah, I speak Portuguese, French and English, not Dutch yet. But that's probably not needed. I think they speak English during the training. Yeah, during the training we all speak English. It's better to communicate with one language. And even on the game today on the field, I try to... Some players speak Portuguese because they are Portuguese. It's better for them to understand. But I talk on the game more English with my teammate. Did you know already a few players from Fortuna from before? Yes, Ivo, I play against him. Mohamed, I play against him too. And the few games I saw last year, Tijani, Umaru from Portugal too, and Rodri. What are your expectations for this season? First, to have a good team to play as the coach wants us to play. With rhythm, with intensity, with to play forward in the game, to have a lot of occasion, good spectacle for the fan, and after the result will come in. Ja, Arie Poldervaart, allereerst welkom bij Fortuna Sittard. Het zag er een paar maanden geleden niet helemaal naar uit dat dit zo zou gebeuren. Nee. Dan doel je natuurlijk op dat ik een tijdje ziek ben geweest. En ja, dit had ik ook niet verwacht, maar ja, dat ik dan toch in de Eredivisie mag werken bij zo'n club. Nou, samen met Danny, ja, dat is hartstikke mooi. Ja, inderdaad, niet verwacht inderdaad ziek te worden. Waarschijnlijk ook niet verwacht zo snel te herstellen, dat doe je waarschijnlijk op. Ja, je hebt met Danny al eerder samengewerkt. Vandaar ook, denk ik, dat jullie weer bij elkaar uit zijn gekomen. Ja, dat zou je aan Danny moeten vragen, want die heeft daar in ieder geval op aangedrongen bij de club. En nou ja, goed, dat is duidelijk dat het verleden met Groningen dat in mijn voordeel heeft gesproken. En wat belangrijk is, dat Ivo Fennings en Americo Branco met name, want ik had Americo meerdere keren gesproken. Ja, die zei, Adrie, joh, wij hebben er heel veel vertrouwen in dat het goed gaat komen, we willen je graag hebben. En als het soms wat moeilijker gaat, dan be it. Maar ja, dat gaat gewoon lukken, jij gaat gewoon komen en dat willen wij graag. Nou, daar spreekt wel heel veel vertrouwen uit, dus dat is hartstikke mooi. Dus zodoende zijn we erin gedoken. Ja, prima. Je hebt het over vertrouwen. Voorbereiding is natuurlijk ook iets waar je als team vertrouwen uit moet putten. Vandaag de eerste overwinning, proficiat. Ja, dankjewel. Zag er niet naar uit, maar gelukkig heeft het omgedraaid. Dus ja, dat geeft vertrouwen. In die zin, voorbereiding is A, belangrijk. Zorgen dat je fysiek in orde gaat komen. En ja, is het lekker als je een hoop wedstrijden wint. Dat geeft inderdaad vertrouwen. Maar er zijn genoeg ploegen die heel veel gewonnen hebben en dan verloren ze de eerste wedstrijden. En ook wel eens andersom. Maar ik ben het met je eens. Het is wel belangrijk dat je ook af en toe eens wint. En dat hebben we in ieder geval vandaag gedaan aan 0-3 achterstand. Ja, inderdaad. Als we nou eens kijken naar de voorbereidingen, dan zijn we nu een aantal weken bezig. Als we nou kijken hoe het team zich ontwikkelt en hoe het ervoor staat, wat zijn dan de indrukken?
Ja, ik denk dat we steeds fitter gaan worden. Dat mag ook wel. We zijn nu 3,5 week bezig. We hebben een prachtig programma met Eindhoven, Standaard Luik. Dan de VVCS. En dan zondag of van het weekend gaan we naar Millwall natuurlijk. Dan merk je wel steeds dat er wat meer automatismes in gaan komen. En dat is gewoon heel belangrijk. Je wilt toch een bepaalde manier van spelen op het team gaan leggen. Vanuit de staf en vanuit de spelers. En hopen dat steeds beter, beter, beter gaat worden. Ja, dat kost tijd. Ja, de ene keer gaat dat wat beter. En de andere keer wat minder. Dus dan doen we met trainingen, met videobeelden kijken. Proberen we steeds beter gaan. Ja, en ik denk dat we kleine stapjes maken. Ja, kleine stapjes. Millwall, je noemt het al. Leeft het een beetje in de groep? Ja, ik denk dat dat wel leuk is. Ten eerste speel je dus gewoon tegen tegenstanders waar je natuurlijk niet tegen speelt. Het is een championship ploeg, dus dat is een heel deftig ploegje waar we tegen spelen. Dus ja, voor ons is dat een behoorlijke uitdaging. Dus ik denk dat het een mooie wedstrijd gaat worden. Ja, je zegt inderdaad al van er zijn clubs geweest die veel in de voorbereidingen wonnen. Wij zijn gewend ook af en toe in de voorbereiding te winnen. De laatste jaren, ja, begin van de competitie, weinig punten. Gaan we dit jaar wat anders aanpakken? Oeh, als ik dat ergens kon tekenen, zou ik het gelijk doen. Als je alleen kijkt, we hebben een aardig zwaar programma natuurlijk in het begin. Hè. De eerste vier zitten Feyenoord en Ajax. En bij de eerste 10 hebben we geloof ik de bovenste 6 van de afgelopen competitie. Dus dat wordt een behoorlijke uitdaging. Maar ik denk, als wij steeds fitter worden en we gaan erin geloven en met elkaar aan de gang. En met steun van supporters. Dan denk ik dat we een aardige start kunnen hebben. En daar moeten we ook voor gaan, heel simpel. Want we spelen Eredivisie en daar willen we in blijven. Met goed en leuk voetbal. Ja, inderdaad. Laten we dat samen aangaan, die uitdaging. En alvast heel veel succes en ook heel veel plezier in Londen komende week. Ja, dat zullen we nodig hebben. En ik denk dat je het juist zegt, joh. Het gaat om samen. Dus we winnen met z'n allen, we verliezen met z'n allen. Maar ik denk dat samen dat een goed woord is van jou, joh. Dus laten we dat maar gaan doen. Samen met elkaar proberen iets moois neer te zetten. Ja, hartelijk dank. Dankjewel, man.